De nu volgende Nederlandse speelfilm De Overval werd in 1962 gemaakt naar een scenario van dokter L. de Jong, naar een waargebeurd verhaal. De film speelt in de laatste oorlogswinter en gaat over een moedige en intelligent uitgevoerde verzetsdaad. Bij deze overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden werden ruim 50 politieke gevangenen bevrijd. Mocht u, dames en heren, na het zien van deze film willen reageren, dan geven we u na afloop een adres.